De uitvoering van de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen in de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, die al vanaf 2001 geldt. Straks, vanaf 25 mei 2018, zal die wet verdwijnen en dan krijgen we dus de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de AVG genoemd. Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn er ook bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de Telecommunicatiewet. Denk me daarbij aan de spamregelgeving en de cookieregelgeving. Maar ook in het strafrecht zijn bepaalde bepalingen met betrekking tot privacy, omdat het bijvoorbeeld verboden is om geheime camerabeelden of geheime opnames te maken. Specifiek voor gezondheidsgegevens heb je ook nog de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, maar die ziet echt voor de verwerking op gezondheidsgegevens door behandelaars. Nou, ik heb al een paar begrippen genoemd. De verwerking van persoonsgegevens, bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent ook dat er een paar begrippen zijn die van belang zijn, wil deze wetgeving van toepassing zijn. Denk aan het begrip persoonsgegeven. Wat is dat, een persoonsgegeven? Een persoonsgegeven is alle informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Dat is natuurlijk mijn naam bijvoorbeeld, Monique Hennekens, dat is een persoonsgegeven. Maar het is veel ruimer dan dat. Denk bijvoorbeeld ook aan een e-mailadres. En dan gaat het niet alleen maar over een e-mailadres dat privé is. Bijvoorbeeld Monique Hennekens at Hotmail bijvoorbeeld. Maar ook over een zakelijk e-mailadres. Het maakt niet uit in welke hoedanigheid je een persoonsgegeven gebruikt, of dat binnen de zakelijke sfeer is of in de persoonlijke sfeer, het valt toch onder de regelgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en straks onder de AVG. Maar ook een cv, dat is bijvoorbeeld een persoonsgegeven. Daar staat er vaak een pasfoto in, er staan natuurlijk allerlei informatie in over een persoon, dus dat is per definitie een persoonsgegeven. Maar het is ook veel ruimer dan dat. Denk bijvoorbeeld aan alle dossiers die u bijhoudt van uw cliënten. Dan is niet alleen de inhoud van het dossier zijn persoonsgegevens als u de naam daarbij vermeldt, maar ook bijvoorbeeld alleen het dossiernummer. Stel dat u een factuur stuurt naar uw opdrachtgever met betrekking tot iemand die u gecoacht heeft. En in die factuur gebruikt u het dossiernummer dat u daarvoor gebruikt. Dan moet u er rekening mee houden dat u ook met die factuur onder deze wetgeving valt. Omdat het dossiernummer indirect herleidbaar is tot de persoon waar dat dossier op ziet. Dus dat is belangrijk om te weten dat eigenlijk alles waar u mee bezig bent, alle gegevens die u verwerkt binnen uw praktijk, eigenlijk wel persoonsgegevens zijn. Want het gaat zelfs zo ruim dat bijvoorbeeld een kenteken ook als een persoonsgegeven wordt beschouwd. En datzelfde geldt voor een IP-adres, ook al is het niet altijd dezelfde persoon die achter die computer zou zitten. Nou, dan gaan we door naar verwerking van persoonsgegevens. Verwerking is iedere handeling die je met een persoonsgegeven kan doen. Dat kan opslaan zijn, dat kan bekijken zijn. Het hoeft niet actief te zijn. Puur in de cloudopslag, ook al kan die cloudprovider er niet bij, is al een verwerking van persoonsgegevens. En dat betekent ook dat je bepaalde afspraken zou moeten maken op het moment dat je inderdaad gegevens in de cloud opslaat met je cloudprovider. Daar komen we straks nog even op terug. Dan heb je nog een derde begrip en dat is de betrokkenen. Nou, de betrokkenen, het woord zegt het eigenlijk al, is degene van wie de persoonsgegevens zijn die je verwerkt. Het subject dus eigenlijk van deze wetgeving en degene die beschermd wordt met deze wet. Naast de gewone persoonsgegevens heb je een heel aantal bijzondere persoonsgegevens. De bijzondere persoonsgegevens zijn specifiek opgenoemd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en straks in de AVG. Het zijn dezelfde gegevens nu als straks. Alleen er komt één uitzondering bij en dat geldt voor het BSN. Het burgerservicenummer is in Nederland namelijk wel een bijzonder persoonsgegeven, maar staat niet in de AVG. Maar dat wil niet zeggen dat het straks vanaf 25 mei geen bijzonder persoonsgegeven meer is, want juist wel in Nederland, omdat we naast de AVG zullen we ook nog een uitvoeringswet krijgen op de AVG. En daar staan dan eigenlijk de specifieke nationale toevoegingen aan de AVG,
waaronder dat de BSN een bijzonder persoonsgegeven is. Dus dat is goed om te onthouden, dat blijft een bijzonder persoonsgegeven. Daarnaast zijn natuurlijk bijzondere persoonsgegevens, gegevens over iemands ras, iemands gezondheid, iemands religie of levensovertuiging, maar ook of iemand bijvoorbeeld een lid is van een vakbond. Het is belangrijk om te weten wat de bijzondere persoonsgegevens zijn. Waarom? Omdat er namelijk een verbod bestaat om die gegevens te mogen verwerken. En dat betekent dat alleen op het moment dat er een wettelijke uitzondering bestaat om die bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken, dat ook mag. En een van de wettelijke uitzonderingen is bijvoorbeeld de uitzondering van de uitdrukkelijke toestemming. Stel, er komen gezondheidsgegevens voor of in ieder geval uw cliënt heeft bepaalde gezondheidsproblemen en die deelt hij met u en die zijn wellicht ook belangrijk in het kader van het coachingstraject, dan is het belangrijk om te weten dat u in principe eigenlijk die gegevens niet zou mogen verwerken. Dat neemt niet weg dat er wel een uitzondering mogelijk is, namelijk de uitdrukkelijke toestemming. Bent u geen behandelaar van een cliënt, maar alleen de coach en geen BIG geregistreerd behandelaar, dan heeft u dus uitdrukkelijke toestemming nodig van uw cliënt om dergelijke gegevens te mogen verwerken. Ik kom daar nog even nader op terug hoe dat dan, hoe die toestemming gevraagd kan worden, want dat is redelijk specifiek. Denk er ook aan dat bij pasfoto's, bijvoorbeeld bij een kopie van een paspoort, maar ook in een cv en dergelijke, ook een bijzonder persoonsgegeven betreft. En dat komt omdat iemand zijn ras is af te leiden uit een foto. In ieder geval een foto van iemands gezicht. En dat betekent dus dat u ook in het geval van het verwerken van pasfoto's bijvoorbeeld toestemming nodig heeft. Nou, als het zo is dat bijvoorbeeld in uw systeem dat u gebruikt voor uw dossiers iemand actief zelf zijn pasfoto's zou kunnen uploaden, dan is het daarmee, zou je kunnen zeggen, ook een toestemming gegeven. Maar, dan zult u nog wel vast moeten leggen dat dat op die manier werkt. Daar kom ik dadelijk op terug. Binnen het privacyrecht zijn er twee verschillende rollen. Dat maakt jammer genoeg deze regelgeving extra ingewikkeld, want dat betekent ook dat er heel veel afspraken zullen moeten worden gemaakt tussen partijen. Nou, welke rollen heb je dan? De rol van enerzijds de verwerkingsverantwoordelijke en anderzijds de verwerker. Of, zoals de termen op dit moment zijn, de verantwoordelijke of de bewerker. Deze termen zijn jammer genoeg ook, worden jammer genoeg ook gewijzigd vanaf 25 mei 2018. Want in de AVG heet een verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke en een bewerker heet een verwerker. Daar is een vraag binnengekomen over die foto's. Ja. Als je even mag onderbreken. Zeker. Een groepsfoto van een opleidingsgroep, is dat ook privacy gevoelig? Nou, een groepsfoto van een opleidingsgroep is in principe valt onder deze wetgeving, want ik ga er dan even van uit dat die groepsfoto, dat de mensen die op die groepsfoto staan ook herkenbaar in beeld zijn. Dus op dat moment is inderdaad deze wetgeving van toepassing. Maar een groepsfoto is niet bedoeld ter identificatie en daarvan zegt de autoriteit persoonsgegevens, dan geldt het niet als bijzonder persoonsgegeven. Dat neemt echter niet weg dat voor het maken van het groepsfoto niet per se toestemming nodig is, maar voor het publiceren daarvan wel. Voor iedere foto die u zou willen publiceren van uw cliënten of van andere personen waar u mee in aanraking komt, relaties bijvoorbeeld, die u op uw website zou willen zetten, daarvoor heeft u expliciet toestemming nodig. Dus u zult daar ook een bewijs van moeten kunnen hebben, voor later eventueel, dat u die toestemming heeft. Dus dat wat betreft de groepsfoto. Helder. Dankjewel. Nou, nog even dan weer verder te gaan met de twee rollen. Dus de terminologie is jammer genoeg veranderd. Dus vandaar dat u ook bewerker, verwerker door elkaar kunt zien. Verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijke. Op zich is het precies hetzelfde. Dus het maakt niet uit welke term u gebruikt. Ik heb in deze PowerPoint in ieder geval wel de nieuwe terminologie gebruikt. En af en toe de oude tussen haakjes erbij gezet. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van de persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan een werkgever. Een werkgever, op het moment dat hij iemand in dienst neemt, gaat hij zelf bepalen welke persoonsgegevens die van die werknemer nodig heeft. In het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft bijvoorbeeld een werkgever een naam nodig, contactgegevens nodig, maar ook bankgegevens om het salaris te kunnen storten. Het is dan de werkgever
die de verantwoordelijke is over alle gegevensverwerkingen van die werknemer. Maar datzelfde geldt ook voor een coach. Op het moment dat een coach zelf bepaalt welke gegevens van de gecoachte persoon worden verwerkt, hè, wat hij in het dossier opneemt, et cetera, en met welk doel, namelijk voor een bepaald doel dat samen met degene die gecoacht wordt is bepaald, dan betekent ook dat de coach in dat geval een verwerkingsverantwoordelijke is. Er zijn nog een aantal vragen. Ja. Nog één vraag over foto's die eerder gepubliceerd zijn, mm-hmm. van Marco. En een vraag over de bewerking en verwerking, want die heeft van tevoren al contractueel vastgelegd. Nou, wat betreft de vraag over de foto, misschien is het handig om die eerst even te doen. Ja. Als daar mondelinge toestemming voor was, dan was er in ieder geval toestemming. En als er dan iemand zou klagen, stel dat iemand alsnog zegt van goh, ik zie dat ik op uw website sta en ik wil daar niet op, dan zou ik wel in ieder geval daar meteen ook aan voldoen en die foto's verwijderen. Maar voor de rest zou ik niet per se nu nog met toestemmingsverklaringen gaan werken. Dat wordt wel erg ingewikkeld. Maar op het moment dat iemand piept, om het zo maar even te zeggen, dan zou ik wel actie ondernemen. En wat betreft de vraag of vooraf contractueel bepaalde toestemming kunnen worden vastgelegd, dat kan zeker. En daar kom ik inderdaad in het toestemmingsverhaal ook nog even specifiek op terug. Want waar het om gaat is dat het wel specifiek genoeg is en ziet op die verwerking van bijvoorbeeld die foto's op dat moment. Om dan nog even terug te gaan naar de rolverdeling, naar de verwerker in dit geval. De verwerker, dat is degene die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld specifiek aan een IT-leverancier. Als u een cliëntvolgsysteem of een ander systeem gebruikt voor uw coachpraktijk, om daar uw cliëntendossiers in bij te houden, dan is uw IT-leverancier, die het systeem beheert, de verwerker van deze gegevens. Want die kan bijvoorbeeld in het kader van onderhoud of in het kader van de helpdesk bij deze gegevens, maar alleen maar ten behoeve van de opdracht aan u. En dat betekent dus dat hij alleen maar de gegevens mag gebruiken voor het beheer van het systeem en voor niets anders. Daarmee is die verwerker. U als verantwoordelijke bent verplicht om te volledig te voldoen aan de wetgeving. Dus de hele wet is van toepassing op een verantwoordelijke. Dat is anders voor een verwerker. Een verwerker heeft maar een bepaald aantal verplichtingen uit de wet, rechtstreeks uit de wet. Namelijk de beveiliging van de persoonsgegevens, het feit dat hij niks anders met de persoonsgegevens mag doen dan de doelen die de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt en de instructies die de verwerkingsverantwoordelijke geeft. En daarnaast zal die straks onder de AVG moeten waarschuwen als de verwerkingsverantwoordelijke bepaalde verwerkingen doet die in strijd zijn met de privacyregelgeving. Maar omdat hij maar alleen deze verplichtingen heeft en bijvoorbeeld niet de verplichting om mensen te informeren, om toestemming te vragen, et cetera, zal de verwerkingsverantwoordelijke contracten moeten sluiten met een verwerker en daarin moeten afspreken wat in de wet geregeld staat. Ja, het is een vraag van Bram over specifieke vragen over bankrekeningnummers. Mm-hmm. Als een bankrekeningnummer specifiek is, wat betekent dat dan voor betaalinformatie, internetbankieren enzovoort? Ook nou een hele goede vraag. Ook betaalinformatie geldt als persoonsgegevens. Dus elke betaalinformatie die terug te herleiden is tot degene die de betaling heeft verricht, bijvoorbeeld, dan betekent dat ook dat het een persoonsgegeven is. En dat betekent ook dat deze wetgeving van toepassing is. Ja. Een verwerkersovereenkomst, dat is een overeenkomst die altijd gesloten moet worden tussen een verantwoordelijke en een verwerker, op het moment dat dus een partij wordt ingeschakeld voor bepaalde gegevensverwerkingen, zoals een IT-leverancier. In die verwerkingsovereenkomst moet onder andere bepaald worden wat het doel is van de verwerking, dat de verwerkingsverantwoordelijke alle gegevens, of dat de verwerker, sorry, alle gegevens geheim moet houden, niks anders mag doen dan de doelen die bepaald zijn, en dat de beveiliging goed in orde moet zijn, welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen, of de verwerker ook nog subverwerkers, dus nog andere leveranciers, zoals bijvoorbeeld een cloudleverancier mag inschakelen, en zo ja, wie dat zijn. Dat moet allemaal geregeld worden. En waarom moet dat geregeld worden? Omdat de verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor de gegevensverwerking tot aan de laatste schakel van de keten. Dat betekent dus, stel, u heeft een cliëntvolgsysteem, van een IT-leverancier en die IT-leverancier
heeft dat in de cloud draaien bij een cloud provider, dan bent u als verwerkingsverantwoordelijke ook nog verantwoordelijk voor alle verwerkingen die bij die cloud provider gebeuren. Dus dat brengt een hele vervelende, maar ook wel een zware verplichting met zich mee. En daarom is zo'n verwerkingsovereenkomst heel belangrijk. We zullen bij de documentatie, of in ieder geval NOPCO, zal bij de documentatie die verstrekt wordt na uitzending van dit webinar, zullen de documenten, namelijk een checklist wat er allemaal in een verwerkingsovereenkomst moet, maar ook een modelverwerkingsovereenkomst worden toegestuurd, die u kan gebruiken voor uw eigen verwerkingsovereenkomsten met IT-leveranciers bijvoorbeeld. Ja, nou, dit is een ingewikkeld onderwerp. Er komen een aantal vragen binnen. Mm-hmm. Om te beginnen over de begrippen. Verwerker en verantwoordelijke. Ja, als coach is inderdaad, de coach is de verantwoordelijke. Tenminste op het moment dat hij zelf een coachingstraject doet. En dus zelf bepaalt welke gegevens hij gaat vragen aan de coachie. En wat hij met die gegevens doet om met een bepaald doel te kunnen bereiken. Dan is inderdaad de coach verantwoordelijke. Ja. Als je met een office manager werkt, moet je dan met haar ook een contract afsluiten? Zeker. Als de office manager bijvoorbeeld een ZZP'er is die ingeschakeld wordt. Hè, dus niet iemand die in dienst is binnen de organisatie. Dan zul je daar een verwerkersovereenkomst mee moeten sluiten. Dan kun je iets uitgekleder doen in die zin. Dat qua beveiliging, als diegene gewoon op het eigen systeem werkt, wat u zelf gebruikt, dan zou je daar wat minder bepalingen over kunnen opnemen. Alleen maar dat hij zich moet houden aan de beveiligingseisen die u zelf binnen de organisatie heeft. Maar u zult inderdaad een verwerkingsovereenkomst moeten sluiten met alle ZZP'ers die u inschakelt en die gegevens voor u verwerken. Tenzij het de ZZP'er is die ook zelf het doel mag bepalen van de gegevensverwerking. En dan zou u afspraken moeten maken over dat u allebei verantwoordelijke bent. Maar je zult hoe dan ook afspraken moeten maken en minimaal een geheimhoudingsverplichting moeten opleggen. Ja. Er was een specifieke vraag van Jelle over een bedrijf waar hij assessments inkoopt. Daarbij wordt een vragenlijst geopend op basis van een e-mailadres en een naam. Hoe verhoudt zich dat tot de AVG? Ik probeer even de vraag goed te begrijpen. Want het inkopen van een assessment, neem ik aan dat dat een assessment online assessment is. Dat iemand een test kan gaan doen bij dat assessmentbureau. Ja. Dat betekent dat inderdaad het assessmentbureau in dit geval een verwerker is. En dat betekent ook dat u met het assessmentbureau een verwerkersovereenkomst zou moeten sluiten. En zou moeten informeren aan degene wie die test gaat doen, om het zo maar te zeggen. En van wie dus de e-mailadres wordt gebruikt. Ook weet dat dat assessmentbureau wordt ingeschakeld en dat hij rechtstreeks bijvoorbeeld contact zou kunnen opnemen met de coachie. Ja, nou, er zijn een heleboel vragen binnengekomen. Even kijken. Informatie plaatsen in een Dropbox. Dat is natuurlijk ook wat regelmatig gebeurt en wat bijna iedereen wel doet. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, dat is straks, dat komt eigenlijk met name voor qua beveiliging. Hè. Een van de verplichtingen van de AVG, maar nu ook van de huidige wet bescherming persoonsgegevens, is dat de passende technische en organisatorische maatregelen moet treffen om de persoonsgegevens te beveiligen waar u verantwoordelijke voor bent. En dat betekent dus ook dat de vraag moet zijn, is Dropbox wel veilig genoeg? Nou, dat is afhankelijk van het risico dat de persoon loopt van wie de gegevens zijn, hè, dus de betrokkenen loopt. Dus wat is het risico dat die gegevens op straat komen te liggen? Daarmee is van belang om te weten dat bijvoorbeeld prestatiegegevens, hè, dus werkprestaties, opleidingsprestaties, beschouwd worden als gegevens van gevoelige aard. Dus op het moment dat u die in een Dropbox plaatst, waar qua beveiliging nog wel het een en ander op aan te merken valt, is het maar de vraag of dat wel de veilige weg is. Want het risico voor mensen dat die op straat komen te liggen is groot. Dat betekent ook dat u de beveiligingsmaatregelen moet nemen hoog moeten zijn. Ja. En dat is bij Dropbox niet het geval. Nee, en de tegenpol, die vraag komt bij Alexander vandaan. Mm-hmm. Als de dossiers uiteindelijk alleen maar op de eigen pc staan. Ja. Mails, handgeschreven en getypte documenten. Dan zit het niet in de cloud. We zitten niet in de cloud. Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet natuurlijk niet waar die mails, of het een cloud mail is. Maar, nee. Ook als, dan blijven het persoonsgegevens. Dat betekent dus dat je in ieder geval moet zorgen dat je aan de eisen van de wet voldoet.
Ja. Dus er blijven in ieder geval sowieso persoonsgegevens, ook al zitten ze niet gesorteerd in dossiers. Want alle digitale verwerkingen van persoonsgegevens vallen onder deze wetgeving. Ja. Zijn het losse papiertjes, losse aantekeningen en notities, dan valt het buiten deze regelgeving, maar alle andere zaken vallen binnen de regelgeving. Alles wat digitaal is, valt er sowieso binnen. En alles wat geordend is in een dossier, ook al is het offline, hè, dus op papier, valt ook onder deze regelgeving. Ja. Zullen we misschien verder gaan met de basisbeginselen? Laten we even doorgaan, ja. Namelijk de grondslag die nodig is om überhaupt persoonsgegevens te mogen verwerken. Als u persoonsgegevens wil verwerken, dan heeft u daarvoor een wettelijke grondslag nodig. Er zijn er 6 vastgelegd in de wet, waarvan uitvoering van de overeenkomst een hele belangrijke is. Als u samen met degene die gecoacht wordt een contract aangaat, dus u start een coachingstraject en u start met een contract, dan zult u in het kader van die uitvoering van die overeenkomst, het kader van het coachingstraject wat samen is overeengekomen, heel veel persoonsgegevens kunnen verwerken. Namelijk naam, adres, contactgegevens, maar ook bepaalde specifieke informatie die u nodig heeft om het doel van het traject te kunnen bereiken. Dat is uitvoering van een overeenkomst. Als je een wettelijke verplichtingen, zijn er ook heel veel. Hè. Denk bijvoorbeeld aan voldoen aan bepaalde belastingbetalingen, et cetera. Dat kan ook een grondslag zijn op basis waarvan persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Bijvoorbeeld in het kader van de facturering. Vitaal belang van betrokkenen gaat echt over als iemand bij wijze van spreken een hartaanval krijgt. Als je die wil redden, dan mag je zo'n persoonsgegevens verwerken. Maar dat komt veel minder vaak voor als grondslag. Publiekrechtelijke taak zit uiteraard echt op overheidsinstanties. En het gerechtvaardigd belang is zeg maar de restcategorie die er bestaat. Denk bijvoorbeeld aan marketingactiviteiten. Ieder bedrijf of iedere organisatie, maar ook iedere professional heeft natuurlijk als doel, als een van de doelen ook, om gewoon winst te kunnen maken. En dat mag ook, dat is ook prima. Je kunt ook in dat kader mag je ook persoonsgegevens verwerken en dat valt onder het gerechtvaardigd belang. Let wel. Bij gerechtvaardigd belang zul je een belangenafweging moeten maken tussen het gerechtvaardigd belang dat je zelf hebt om bepaalde gegevens te kunnen verwerken of om een doel te bereiken, bijvoorbeeld om nieuwe cliënten te werven, en wat je en de afweging, of in ieder geval natuurlijk de belangen van de betrokkenen die daarbij betrokken zijn. Dus het is een afweging tussen de belangen van de degene die je coacht en uw eigen belangen met betrekking tot marketing bijvoorbeeld. Expres heb ik ondubbelzinnige toestemming even overgeslagen, ook al staat hij in de wet als de eerste grondslag die genoemd wordt. En dat komt omdat er nogal een aantal risico's zijn verbonden aan die toestemming. Zo is het zo dat iedereen mag op ieder moment zijn toestemming intrekken. Dus stel dat iemand toestemming geeft om zijn gegevens te verwerken in het kader van het coachingstraject, maar halverwege het coachingstraject trekt iemand zijn toestemming in, dan zou dat betekenen dat u vanaf dat moment geen gegevens meer zou mogen verwerken van deze persoon. Dat zou natuurlijk heel vervelend zijn als wel het coachingstraject doorloopt. Daarom is het heel verstandig om alleen maar toestemming te vragen op het moment dat het ook echt moet en u geen andere grondslag heeft. Dat komt ook op het moment dat u namelijk iemand zijn toestemming intrekt, kunt u niet terugvallen op bijvoorbeeld de uitvoering van de overeenkomst. Kunt u zeggen, nou ja, maakt niet uit dat u uw toestemming intrekt, want ik mag toch uw gegevens verwerken op basis van de overeenkomst. U voelt ook wel dat dat niet helemaal lekker klinkt. En dat is ook de reden dat er door de wetgever wordt gezegd, op het moment dat de toestemming de grondslag is waar u voor kiest, dan kunt u daarna niet meer terugvallen op een andere grondslag. Dus let dus alsjeblieft op met toestemming vragen en vraag het alleen maar als u toestemming moet vragen, omdat er geen andere grondslag is. Stel bijvoorbeeld wat ik straks al even zei, dat er gezondheidsgegevens zijn die u in het kader van het coachingstraject naar voren komt en zou willen verwerken, omdat dat nodig is om het coachingstraject goed te kunnen voortzetten, dan heeft u daar wel uitdrukkelijke toestemming voor nodig. En bijvoorbeeld als u via uw website bepaalde webformulieren laat invullen en u wilt daarna ook de mogelijkheid kunnen hebben om nieuwsbrieven toe te sturen bijvoorbeeld, dan heeft u op basis van de telecommunicatiewet ook toestemming nodig daarvoor. U kent ze wel, de vinkjes, de specifieke vinkjes. Ja, stuur mij nieuwsbrieven toe of informatie toe. Die toestemming heeft u nodig. Nou, hoe vraagt u die dan? Want dat is heel belangrijk. Daar zitten een aantal vereisten aan. En die worden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden die strenger.
ook een specifiek artikel voor, artikel 7 van de AVG. Die toestemming moet ondubbelzinnig zijn. Dat betekent dat u moet kunnen bewijzen dat die toestemming echt gegeven is. Dus u moet ergens, dan wel schriftelijk bewijs, dan wel door middel van een vinkje dat gezet is, kunnen aantonen dat die toestemming er is. Hij moet ook vrij gegeven zijn. Dat betekent dat iemand niet gedwongen mag worden om toestemming te geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van nou, ik kan geen coachingstraject met u doen als u geen toestemming geeft om ook uw foto op mijn website te plaatsen. Ik zeg maar iets geks. Maar stel dat u dat zou zeggen, dan is het geen vrijgegeven toestemming als iemand wel graag het coachingstraject zou willen doen, maar eigenlijk liever niet zijn foto op uw website zou willen. Ja, hier is een vraag over hoe je dan inderdaad omgaat met de coachingovereenkomst. Ja. Nou, wat heel belangrijk is, wat ook specifiek wordt geregeld in artikel 7 van de AVG, is dat op het moment dat u in een overeenkomst ook de toestemming vraagt voor de verwerking van persoonsgegevens, dat dat heel duidelijk onderscheiden van elkaar moet zijn. De overeenkomst gaat natuurlijk gewoon over het traject, welke afspraken maken we over het traject, welke financiële afspraken worden er gemaakt, et cetera. Dat ziet niet specifiek op de verwerking van persoonsgegevens. En zoals ik ook net zei, vraag alleen toestemming als het echt noodzakelijk is. Dus dat betekent dat het eigenlijk verstandig is om de toestemming als bijlage bijvoorbeeld bij het contract te doen, in plaats van in het contract zelf op te nemen. Dan is het helder dat het een onderscheiden is van elkaar. En dan kunt u die toestemming ook specifiek toerusten op hetgeen wat u onder die toestemming wil laten vallen. Denk bijvoorbeeld aan het publiceren van foto's op een website. Of denk aan het verwerken van medische gegevens in het kader van het coachingstraject. Daarvoor heeft u toestemming nodig. Maar u zult dus ook in die toestemming heel specifiek moeten aangeven waarvoor u toestemming geeft. Want dat is het derde vereiste, is dat het geïnformeerd moet zijn. Als iemand toestemming geeft, moet hij precies weten waarvoor hij die toestemming geeft, voor welke verwerkingen. Dat brengt ook meteen mee dat uw verwerking ook niet ruimer mag zijn dan waarvoor die toestemming is gegeven. Stel, u vraagt toestemming om het plaatsen van een foto op uw website. En vervolgens heeft u die foto en is die foto zodanig leuk dat u denkt, nou, is ook leuk om in mijn folders, mijn papieren folders bijvoorbeeld, te verwerken. En u doet dat, dan valt u dus buiten die toestemming en handelt u dus in strijd met de wet, omdat u voor dat specifiek gebruik van die foto geen toestemming heeft en dus ook geen grondslag heeft op basis waarvan u die persoonsgegevens mag verwerken of opnieuw mag verwerken. Helder. Een andere vraag is, is er een andere grondslag? Kan die er zijn naast de expliciete toestemming? En dan neem ik aan dat de vraag betrekking heeft op de verwerking van medische gegevens, van gezondheidsgegevens. Er zijn inderdaad andere uitzonderingen, maar dat zullen er voor coaches niet heel veel zijn. Het enige wat ik me zou kunnen bedenken is dat als het gaat bijvoorbeeld in het kader van een reïntegratieproject, of als het gaat in het kader van een arbeidsrechtelijke aspect die in de wet is geregeld, en dan denk ik met name aan de wet verbetering poortwachter, als het een danig traject is, dan zou het kunnen dat de wet de verplichting geeft om bepaalde medische gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld in een functionele mogelijkhedenlijst, dan zou dat zo kunnen zijn. In dat geval zou het kunnen zijn dat u op basis van de uitzondering van de wettelijke verplichting wel die gezondheidsgegevens mag verwerken. Maar let op, dan zijn er dus ook alleen maar die gezondheidsgegevens die in het kader van die verplichting verwerkt mogen worden. U mag het dan niet voor andere doelen gebruiken dan dat doel. Nog een andere vraag. Mm-hmm. Voor NOPCO-registratie moet je een logboek bijhouden van coachgesprekken. Moet je dit ook opnemen in de toestemming als bijlage van het coachcontract? Nee hoor. Nee, dat hoeft u niet, zeker niet op te nemen als toestemming. Want u doet dat omdat u lid bent van NOPCO. Dat betekent dat u ook een gerechtvaardigd belang heeft om de dergelijke lijst bij te houden, omdat u anders niet kan voldoen aan de vereisten van uw lidmaatschap. Dus u heeft dan een gerechtvaardigd belang, wat dus een andere grondslag is, die u heeft. En u heeft dan niet meer ook nog toestemming nodig. U zult wel diegene, de betrokkenen, moeten informeren dat u dit doet, maar u hoeft niet toestemming te vragen. Dus echt alleen toestemming vragen waar het voor nodig is en u geen andere grondslag heeft. Ja, nog Nico heeft een vraag. Die heeft al eerder gesteld, als hij alleen aantekeningen bewaart in een mapje, valt het nu wel of niet onder de wet? Als het een digitaal mapje is, ja, dan valt het onder de wet. Maar ik denk dat hij geen digitaal mapje bedoelt. Zijn het
notities, geschreven notities, die ongestructureerd bij elkaar worden gehouden. Dus laten we even zeggen, allerlei verschillende notities door elkaar van verschillende gecoachte personen in één mapje bij elkaar, dan valt het buiten deze wet. Maar stel dat u een dossier heeft, dus wel fysieke dossiers, in een dossierkast die gestructureerd en geordend bij elkaar worden gezet, op alfabetische volgorde of wat dan ook, en u heeft die notitie specifiek op één persoon in die mappen zitten, dan valt het wel weer onder deze wetgeving. Ja. Dus nog een vraag over de coaching monitor. Dat is een middel om de effectiviteit van gesprekken te meten. Ja. Nou, die monitor die moet op zichzelf al voldoen aan de wetgeving. Mm-hmm. Maar de vraag is, in dit geval moet het meegenomen worden bij de toestemming van de cliënt? Want het is mij nog niet helemaal duidelijk wat de coaching monitor is. Met de coaching monitor kun je coachtrajecten volgen en, ja, en de effectiviteit meten. En dat is een online tool? Dat is een online tool. Maar het is niet iets wat... Die op zichzelf al moet voldoen aan de wetgeving. Juist. Als ik het zo goed begrijp, denk ik van niet dat het in de toestemming sfeer zit. Omdat ik denk dat u dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met degene die gecoacht wordt, daaronder valt. Hè? Want het is een hulpmiddel om het traject uit te voeren, dus ook om de overeenkomst uit te voeren. Dan wel valt onder uw gerechtvaardigd belang om te kunnen monitoren hoe goed uw coaching werkt. Hè? En om te kijken of het effectief is. Dus dat betekent dat u een belang heeft daarbij om dat te doen. Gaat het natuurlijk wel, moet er wel gekeken worden hoeveel persoonsgegevens er dan worden verwerkt van de betrokkenen. Maar ik ga ervan uit, nu met deze informatie, dat het niet nodig is. Nee. Jessica vraagt naar format. Er komen een aantal formats ter beschikking. Die worden meegestuurd met de opname. En in dit geval gaat het over format toestemming. De toestemmingsverklaring, dat kan misschien later komen, maar daar is nu op dit moment geen format van. Daar is nu nog geen format van. Nee. Misschien is het goed om wel even door te gaan met het verhaal, omdat we anders vrees ik in tijdnood gaan komen. Buiten de grondslag is het ook noodzakelijk om een doel te hebben. En het doel moet niet alleen een doel zijn wat u al heeft bedacht in uw hoofd, maar het moet ook nog uitdrukkelijk worden omschreven. Op dit moment is nog niet bepaald hoe dat dan moet worden omschreven, maar dat gaat echt veranderen onder de AVG. Straks zullen onder de AVG, daar kom ik op het einde ook nog even op terug, zal een register van verwerkingsactiviteiten moeten worden bijgehouden. Dat betekent dat iedere verantwoordelijke zal moeten bijhouden welke verwerkingen heb ik en welke gegevens verwerk ik daarin en met welk doel. Er komen nog een aantal andere specifieke eisen aan. Die doelen zullen dan dus in ieder geval in het register moeten. Daarnaast zullen de doelen ook in de privacyverklaring in het kader van de informatieplicht moeten worden opgenomen. Dus de doelen moeten wel bepaald en uitdrukkelijk omschreven worden. Let op, want hoe strikter je de doelen bepaalt, hoe beperkter je bent om uiteindelijk die gegevens ook te mogen gebruiken. Zoals ik straks al even het voorbeeld gaf, als je als doel hebt om een persoon, om een pasfoto of een foto van een betrokkenen te gebruiken op je website voor reclamedoeleinden, dan mag je het dus ook alleen maar op je website gebruiken. Dus het is beter om je doel ook wat ruimer te formuleren. Bijvoorbeeld gebruiken voor marketingdoeleinden. Dat is op zich concreet genoeg. Men kan zich daar iets mee voorstellen. Maar daarmee maakt u het makkelijker om het dus ook voor andere marketingdoeleinden dan alleen op je website te gebruiken. Overigens geldt dat wel voor je doelbepaling, maar dat geldt niet voor je toestemming. Daar moet je heel specifiek vragen en zeggen, aangeven waarvoor het allemaal wordt gebruikt. Denk ook aan het doel, het mogen coachen of het coachingstraject kunnen uitvoeren van een bepaalde cliënt. Op het moment dat u aangeeft dat de doelen waarvoor die u gebruikt alleen is voor het uitvoeren van het coachingstraject, dan mag u de verwerking van die gegevens ook weer niet gebruiken voor marketing. Dus het is nauw met elkaar verbonden om te zorgen dat er zoveel mogelijk doelen worden bepaald. En dat kunt u ook goed in uw privacyverklaring opnemen. Daarnaast moet ook het doel eigenlijk wat u met de gegevens verder mag doen. Dus stel, om even het voorbeeld te geven van Mediamarkt, die hadden allerlei beveiligingscamera's gehangen om natuurlijk hun eigendommen te beschermen, te beveiligen. Wat deden zij vervolgens met die camerabeelden? Gingen ze hun personeel mee beoordelen. Dus het personeel werd geconfronteerd met
camerabeelden van de beveiligingscamera's. Om dat te kijken of het functioneert. Hè? Van, nou, ik kan zien hoe u hier de klant heeft bejegend. En dat vinden we eigenlijk niet goed of wel goed. Nou, daarvan heeft de autoriteit persoonsgegevens gezegd, dat mag niet. Dat gaat echt buiten het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Want de gegevens waren verzameld voor beveiliging. En vervolgens kun je ze dan niet gaan gebruiken voor het functioneren van je personeel. Dus dat is goed om uit elkaar te houden. Op het moment dat je bepaalt voor welk doel je gegevens verzamelt, mag je ze ook niet naar de hand, als je de gegevens toch al hebt, voor een heel ander doel gaan gebruiken. Ik heb het al een paar keer genoemd. We gaan door naar de informatieplicht. Je zult moeten informeren voordat je gegevens verwerkt van betrokkenen, welke gegevens je van die betrokkenen verwerkt, voor welke doelen, met welke grondslag, etc. Op de sheet staat een lijstje met precies alle gegevens die in een privacyverklaring zouden moeten worden opgenomen om betrokkenen te informeren met wat u met de gegevens doet. Zo'n privacyverklaring die zal gemakkelijk toegankelijk moeten zijn en in begrijpelijke taal moeten worden opgesteld. Nou, gemakkelijk toegankelijk kan bijvoorbeeld zijn op uw website. Als u uw privacyverklaring op uw website zet, hoe u omgaat met uw gegevens, dan is dat voor iedereen te benaderen. En als u daar dan in, bijvoorbeeld in het contract dat u sluit met uw cliënten naar verwijst, naar die privacyverklaring, dan heeft u dat op een goede manier opgelost. Dan is het gemakkelijk toegankelijk, kan iedereen erbij. En als u dan een wijziging wil doorvoeren, hoeft u dat alleen aan te passen op uw privacyverklaring op de website. Maar natuurlijk is het ook mogelijk om het als bijlage bij uw contract mee te geven. Dus dat zijn de verschillende opties als het maar gemakkelijk toegankelijk is voor de betrokkenen. En daar zal dus in moeten staan wie u bent en welke doeleinden u heeft, maar ook vooral welke persoonsgegevens u verwerkt. Of er verstrekking is aan derden en of bijvoorbeeld gegevens buiten de EU komen. Nou, die verstrekking aan derden is heel belangrijk. Wat ik namelijk heel vaak zie is dat op websites wordt gezegd wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Dat is gevaarlijk om te doen, want u verstrekt altijd persoonsgegevens aan derden. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan uw IT-leverancier. Als u een externe IT-leverancier heeft die toegang heeft tot de gegevens, noem je dat op grond van de privacyregelgeving een verstrekking aan derden. Want diegene kan er op kijken, kan in die gegevens kijken. Ja, want hier wordt ook gevraagd naar hoe zit het met mijn boekhouder. Dat is denk ik in dezelfde categorie. Ja, dat is inderdaad in dezelfde categorie. Als inderdaad op uw facturen, zoals ik in het begin al even zei, bijvoorbeeld dossiernummers staan vermeld of persoonsnamen, dan geldt inderdaad deze privacyregelgeving. En zou u in principe met uw boekhouder daar een verwerkersovereenkomst mee moeten sluiten. Dan wel op zijn minst een geheimhoudingsverklaring, waarvan ik verwacht dat een boekhouder dat ook zelf al heeft opgenomen in het contract. Maar dat is wel goed om even na te kijken. Ja, nog een vraag van Fabienne. Die vraagt of haar conclusie klopt. Informeren is altijd noodzakelijk, maar toestemming vragen gebonden aan het specifieke doel waarvoor de gegevens gebruikt worden. Ja, perfect. Dat is hartstikke goed. Dat is inderdaad de conclusie. Goed samengevat. Er wordt ook gevraagd naar een format voor een privacyverklaring. Ja, nou die is er momenteel nog niet. En daar zitten ook wel wat haken en ogen aan. Ik heb voor andere organisaties wel al een format gemaakt, maar het is wel heel belangrijk als je een format gebruikt en misschien dat Nopco nog dat een keer wil gaan aanbieden, dat je wel heel goed kijkt van oké, maar zijn dat ook de persoonsgegevens die ik zelf verwerk? En zijn het inderdaad ook de doelen die ik zelf heb? Want je kunt ook opgehangen worden aan je privacyverklaring. Want als je daar dingen in zet die bijvoorbeeld strenger zijn dan dat eigenlijk op grond van de wetgeving nodig is, dan geldt je privacyverklaring voor je eigen verwerkingen. Zoals ik net al even zei, er zijn veel mensen die zetten wij verstrekken niet aan derden. Als je dat erin zet, mag je dus ook echte persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Terwijl je dus heel gerechtvaardigde belangen kan hebben dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is om bepaalde gegevens juist wel aan derden te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan uw opdrachtgever, als u via een opdrachtgever een cliënt krijgt. Dan zult u bepaalde gegevens moeten verstrekken aan uw opdrachtgever. Nou, dus zet in uw privacyverklaring gewoon duidelijk aan welke derde u het verstrekt en waarom. En als u wil aangeven van ik verstrek het bijvoorbeeld niet voor commerciële doeleinden, hè, want dat is hetgeen waar mensen natuurlijk niet van houden, en u doet dat ook niet, dan is dat heel goed om dat zo op te nemen. Dus misschien komt er wel nog een template, maar let dus ook op met die template dat u wel dat goed bekijkt of het ook van toepassing is en helemaal klopt voor uw eigen situatie. Ja. Zijn er nog vragen die hierop aansluiten of zal ik doorgaan met beveiliging? Nog één vraag van Marieke. Als je een raamcontract sluit met een opdrachtgever, is die vaak niet inzichtelijk voor de coachee. Snap ik. Moet je dan een aparte toestemming
vragen aan de persoon? Kijk, als u geen contract heeft met de betrokkenen, geen direct contract, hè, dus alleen een raamcontract met een opdrachtgever die de betrokkenen naar u toestuurt. In dat geval heeft u dus geen contract en dan zult u inderdaad andere grondslagen moeten hebben voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Heel veel zou bijvoorbeeld kunnen in het kader van het gerechtvaardigd belang, omdat u natuurlijk wel dat traject moet kunnen uitvoeren. Maar u zult voor inderdaad het gebruik van bijvoorbeeld gezondheidsgegevens, dan wel voor het gebruik van foto's, inderdaad toestemming moeten hebben. En die zult u moeten krijgen. Dus dat betekent inderdaad dat u daarvoor een toestemmingsverklaring of een toestemmingscontract, hoe u het wil noemen, zult moeten sluiten met de coachie. Ja. Nog een vraag over de privacyverklaring waar we het net over hadden. Ja, inderdaad. Iedere coach moet een eigen privacyverklaring hebben. Dat betekent niet dat het niet elkaars privacyverklaring kan gebruiken. Hè. Je kunt dat natuurlijk uitwisselen. Mits maar de specifieke onderdelen daarvan, zoals bijvoorbeeld welke persoonsgegevens en welke doeleinden en welke derden, als die maar specifiek op uzelf zijn afgestemd en op uw eigen verwerkingen zijn afgestemd. De rest kunt u uiteraard van anderen gebruiken, maar wel opletten dat het inderdaad klopt voor uw situatie. Nog één vraag voordat we doorgaan. Stel dat een cliënt zelf van alles doorstuurt via de e-mail, terwijl je als coach via een beveiligd platform wil werken. Ja. Wat dan? Hele goede vraag, want dan komen we meteen op mijn volgende onderwerp. Dat gaat namelijk over beveiliging. Ik zei het straks al even, iedere verantwoordelijke zal passende technische en organisatorische maatregelen moeten treffen voor de bescherming van de persoonsgegevens. En vanaf 25 mei 2018 geldt dat ook rechtstreeks voor alle verwerkers. Dus alle organisaties zullen dat moeten regelen. Iedereen die bezig is met persoonsgegevens zal die beveiliging goed moeten inregelen. Nou, passend is dus afhankelijk van het risico, zoals ik straks al even zei. Maar op het moment dat iemand naar u mailt, stel bijvoorbeeld met een Gmail-account, dan is dat inderdaad, heeft u gelijk, niet heel veilig. U zou dan kunnen zeggen, beste cliënt, u mag dat van mij doen, want u kunt natuurlijk niet iemand verplichten om het op een andere manier te doen wellicht. Maar het is veiliger en het is voor uzelf beter als wij samen in een bepaald portaal werken, online platform werken, waar ik u inloggegevens voor kan geven. En wilt u alstublieft voortaan dat gebruiken? U zou zover kunnen gaan te zeggen van, ik wil gewoon geen gegevens per mail krijgen van u. Tenminste, geen bijlagen. U kunt natuurlijk wel mails ontvangen, maar de bijlagen niet. Als het gaat om, zeker om, extra gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid of prestatiegegevens. Dus u kunt daar wel zeker afspraken over maken. En ook heel duidelijk aangeven dat als iemand u mailt, dat dat zijn eigen verantwoordelijkheid is. Ja. Een vraag over de cloud nog. Ja? Als er automatisch kopieën worden gemaakt in de cloud van adresgegevens en gegevens uit de telefoon, hoe zit dat? Als automatisch, dat is een beveiligingsmaatregel eigenlijk. Hè? Je moet altijd zorgen dat je, want de beveiliging moet er gericht zijn enerzijds op dat er geen gegevens verloren gaan en anderzijds dat er geen gegevens voor onbevoegden toegankelijk zijn. Nou, dit ziet echt op het eerste, hè? Moet ervoor zorgen dat er geen gegevens verloren gaan. Nou, daarvoor zult u backups moeten bijhouden. Dus op zich is het een goede beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat de kopieën worden opgeslagen. Wel is het natuurlijk zo dat als u een kopie opslaat in de cloud, dat u ook met uw cloud provider daar bijvoorbeeld een verwerksovereenkomst zou moeten sluiten. En dat het op een veilige manier zou moeten gebeuren. Ja. Ik zie dat we nog ongeveer 10 minuten hebben, dus we moeten even kijken of we door kunnen naar de meldplicht datalekken. Ja, nou, misschien goed om nog even de vraag van 975 te beantwoorden of de wetgeving ook met terugwerkende kracht is. Hele goede vraag. Nee, de wet is zeker niet met terugwerkende kracht van toepassing. Sterker nog, de wet is op 25 mei 2016 in werking getreden. Maar alle organisaties hebben 2 jaar om vanaf 25 mei 2018 eraan te voldoen. Dat neemt echter niet weg dat de wet bescherming persoonsgegevens al geldt vanaf 2001. En het meeste wat ik vandaag heb verteld, als het gaat om informatieplicht, als het gaat om de verplichting tot beveiliging, als het gaat om het toestemmingsverhaal, dat geldt nu ook al. Dus het werkt niet met terugwerkende kracht, maar het werkt wel al. Deze verplichtingen bestaan al vanaf 2001. Ook het sluiten van verwerkingsovereenkomsten bestaan al. Dus dat er nu heel veel aandacht voor is, gelet op de nieuwe wetgeving en omdat die meer specifieke normen stelt. Maar op zich geldt het wel al. Oh, zo ook bij ons de meldplicht datalekken. Die geldt bij ons al vanaf 1 januari 2016. En wat houdt dat in? Dat ieder beveiligingsincident dat ernstige nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de betrokkenen,
gemeld zou moeten worden bij de autoriteit persoonsgegevens. Nou, om maar meteen even naar de voorbeelden te gaan. Want wat is een datalek? Een datalek betekent dat gegevens verloren zijn gegaan of dat gegevens voor onbevoegden toegankelijk zijn geworden. Nou, onbevoegden toegankelijk zijn kunnen geworden bijvoorbeeld. Denk aan een USB-stick of een dossier dat in de trein blijft liggen. U vergeet dat per ongeluk, blijft in de trein liggen. Dan weet u niet of iemand daar iets mee gaat doen, maar u kunt het zeker niet uitsluiten. Dat is een datalek. Bevat dan bijvoorbeeld dat dossier of de USB-stick informatie die gevoelig is, zodanig dat het gevolgen heeft als iemand er wel iets mee doet, dus dat het gevolgen kan hebben voor de betrokkenen, dan zult u dat moeten melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Als we even door kunnen naar de volgende sheet, dan heb ik bijvoorbeeld een e-mail met prestatiegegevens van uw team worden doorgestuurd naar een verkeerde ontvanger. In plaats van dat het wordt gestuurd naar Paul, die bijvoorbeeld uw cliënt is, wordt het gestuurd naar een hele andere Paul, omdat u per ongeluk bij het typen van het e-mailadres een foutje maakt. Dat is ook een datalek. Een datalek namelijk is al op het moment dat iemand dus die onbevoegd is, bepaalde gegevens ontvangt. Een e-mail die niet voor iemand bestemd is, zijn dus gegevens die niet voor diegene bestemd waren en dus als onbevoegde optreedt. Zitten daar bijvoorbeeld een BSN-nummer in? Zit er een bijzonder persoonsgegeven in? Of zit er gegevens van gevoelige aard in, zoals bijvoorbeeld prestatiegegevens? Op dat moment is er sprake van een datalek dat ook daadwerkelijk gemeld moet worden bij de autoriteit persoonsgegevens via het meldloket op de website van de autoriteit. Maar hetzelfde geldt voor een kopie van bijvoorbeeld een paspoort, van een identiteitsbewijs, dat ergens is blijven slingeren en waarbij andere mensen bij zouden kunnen. Ook op dat moment is er een datalek dat gemeld zou moeten worden. U zult dus ook met uw leveranciers, bijvoorbeeld de UT-leverancier, afspraken moeten maken over de meldplichtdatalekken. Want stel dat er een beveiligingsprobleem is in het systeem waar u uw cliëntdossiers in heeft, dan moet u dat wel weten. Want als u het niet weet, kunt u ook niet melden. En het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om te melden. Het is belangrijk om dat mee te nemen in de verwerkingsovereenkomst. Om even door te gaan nu, specifiek, dan zijn er nog hier vragen over waren. Ja, hier is een vraag. Ja. Mag ik bij cloudopslag aannemen dat het contract met de provider voldoet? Een retorische vraag. Ja, dat ligt aan uw provider uiteraard. Ik kan niet garanderen dat alle contracten van alle providers voldoen. Sterker nog, heel vaak staat in het contract met uw provider alleen maar hetgeen wat qua performance is afgesproken. Hè? Een zogenaamde service level agreement. Er wordt opgenomen hoeveel procent van de tijd u toegang heeft. Hè? Dat wordt gegarandeerd. Vaak staat er heel weinig of niets over privacy in. Tenzij u echt te maken heeft met de allergrootste cloud providers, zoals bijvoorbeeld een Amazon. En daar een specifieke bewerkersovereenkomst mee heeft afgesloten. Maar het zal wel een specifieke overeenkomst moeten zijn die ziet op de bescherming van persoonsgegevens. En dus niet uw cloudcontract die ziet over de dienstverlening op zich alleen. Het moet echt wel over de privacy gaan en de omgang met persoonsgegevens. Dat zou u moeten nakijken in het contract. Laten we doorgaan naar de algemene verordening gegevensbescherming en met name dan de specifieke nieuwe wijzigingen, of de wijzigingen die er aankomen. Want ik zei net al even, de wet bescherming persoonsgegevens geldt vanaf 2001. En de meeste vereisten, eigenlijk alle basisbeginselen uit deze wetgeving, gelden nu en gelden straks identiek. Dus die zijn gelijk. De beveiliging is gelijk, de informatieplicht is gelijk, het sluiten van verwerkersovereenkomsten is gelijk, et cetera. Maar er zijn een paar aantal nieuwe aspecten en daarom is deze, geeft deze wetgeving ook zoveel beroering bij heel veel organisaties. En dat komt omdat we naar een vormsysteem gaan. Dus nu hadden we alleen maar open normen waar je zelf aan moest houden. En we gaan over op hoe je je aan die normen moet houden. In de algemene verordening is namelijk opgenomen dat iedere verantwoordelijke een verantwoordingsplicht heeft. Dat betekent dat je aan de hand van documenten moet kunnen aantonen dat je ook daadwerkelijk voldoet aan deze privacyregelgeving. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in een privacybeleid waarin je precies opschrijft wat je doet met persoonsgegevens en hoe je de waarborgen hebt ingericht binnen je eigen organisatie. Dat is een mogelijkheid. Maar er is ook nog een specifiek vereiste die opgenomen is in de AVG, namelijk de documentatieplicht. Oftewel het bijhouden van het register van verwerkingsactiviteiten.
Ik had het straks al even genoemd dat iedereen daar een register zal moeten bijhouden. En het is heel verstandig ook om daar al mee te beginnen, om dat register te gaan vullen. En dat register moet je opnemen welke verwerkingen je hebt. Bijvoorbeeld je cliëntdossiers, dat is een verwerking. Daarvan zul je moeten aangeven welke persoonsgegevens daarin worden verwerkt. Wat de doelen zijn van die verwerkingen, welke grondslag u heeft met die verwerkingen. Of er derden zijn die toegang hebben tot die persoonsgegevens. En wie de interne ontvangers zijn van die persoonsgegevens. Wat de beveiliging is van die persoonsgegevens. Of er eventueel gegevens naar buiten de Europese Unie gaan. Stel dat u Dropbox gebruikt, dat betekent dat u gegevens in Amerika plaatst eigenlijk. Want Dropbox is een cloud in Amerika. Dat betekent ook dat u ook aan die extra vereisten zal moeten voldoen. En dat ook moet opnemen in uw register van verwerkingsactiviteiten. Dat register wordt ook het belangrijkste straks om te kunnen aantonen aan de autoriteit persoonsgegevens dat u voldoet. Er is overigens wel een uitzondering opgenomen in de wet voor kleine ondernemingen. En klein wordt zelfs gezien vanaf minder dan 250 werknemers. Alleen, die uitzondering is zo beperkt dat die zeer waarschijnlijk niet altijd geldt en voor heel veel verwerkingen voor u niet geldt. Want de uitzondering is alleen maar, geldt alleen maar indien u niet incidentele verwerkingen doet. Ik moet zeggen, sorry, voor als u incidentele verwerkingen doet. De structurele verwerkingen zullen wel in het register moeten komen. Uw cliëntdossiers bijvoorbeeld, dat zullen structurele verwerkingen zijn, dat blijft u doen. En dat betekent dus ook dat u die moet opnemen in het register. Zeker als u bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Daarvan zegt ook de autoriteit persoonsgegevens. Als u bezig bent met bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, in het kader van uw werkzaamheden, dan zult u in ieder geval voor die gegevens een register bij moeten houden. En de autoriteit persoonsgegevens kan bij u langskomen om dat register op te vragen, om te kijken of u voldoet. Het is dus een eigen intern register, maar u moet het kunnen verstrekken aan de autoriteit. Daarnaast zullen voor sommige organisaties ook een functionaris voor de gegevensbescherming moeten worden aangesteld. Dat geldt met name voor overheidsinstanties, maar ook voor instanties die zich op grote schaal in ieder geval bezighouden met gezondheidsgegevens. Nou, dat zal denk ik in de coachingspraktijk niet zo zijn. Dus een FG zal denk ik niet nodig zijn bij een coachingpraktijk. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt met verwerkers, zoals ik al heb aangegeven. De transparantie en de informatieplicht wordt nog uitgebreider omschreven in de wet. Het lijstje over de informatieplicht staat ook in de sheets. En er komen meer rechten voor de betrokkenen. Iedere betrokkenen kan verzoeken om een inzage te krijgen in de persoonsgegevens die u van hem verwerkt. Dus als een cliënt vraagt, mag ik een overzicht van alle gegevens die u verwerkt, dan zult u die ook moeten verstrekken. Dat bestaat nu ook al. Alleen wat komt daar nog bij? U moet ook die persoonsgegevens eventueel overdragen aan die persoon als iemand daarom vraagt. Stel dat een persoon zegt, ik wil naar een andere coach of ik wil gewoon die gegevens zelf hebben. Dan moet u die gegevens ook daadwerkelijk verstrekken in digitaal formaat. Dat is nog een lastig aspect dat ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd is hoe dat moet. Maar het is wel goed om alvast te kijken in de systemen of dat makkelijk kan. Of wat heel makkelijk zou zijn en een goede oplossing hiervoor zou zijn, is als u met een portal heeft waar ook uw cliënt rechtstreeks toegang heeft tot zijn eigen dossier en daar bijvoorbeeld een export van kan maken. Dan bent u in ieder geval van die verplichting bevrijd. In die zin dan kunt u uw cliënt daarnaar verwijzen. Ja, daarnaast zullen natuurlijk de beveiliging en de meldplicht datalek goed moeten worden ingericht. Dat geldt nu ook. En de boetes en de risico's worden hoger. En dat is ook een van de redenen waarom deze wetgeving zoveel aandacht krijgt binnen Nederland, maar ook binnen andere landen in Europa. Omdat de boetes nogal hoog gaan worden. Wat houdt dat in? Wat zijn nou de risico's die je kunt lopen? Nou, dat is dat de boete die nu overigens door de autoriteit persoonsgegevens zou kunnen worden opgelegd, die loopt op tot €820.000. Dat is een enorme bedrag al. Maar straks tot 20 miljoen. En dat is natuurlijk helemaal heel erg veel. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat meteen de autoriteit €20 miljoen boete zal opleggen. Want het gaat natuurlijk echt om, als u opzettelijk, stelselmatig de privacywetgeving overtreedt. Maar dat wil wel zeggen dat er dadelijk een flinke mogelijkheid komt voor de autoriteit persoonsgegevens om boetes te gaan opleggen. En het grote verschil met straks en nu als het gaat om boetes is dat op dit moment moet de autoriteit eerst zeggen wat u niet goed doet, om het zo maar even te zeggen, en binnen welke termijn u dat moet oplossen. En pas dan kunt u een boete krijgen. Terwijl straks, onder de verordening, kunt u direct een boete krijgen op het moment dat de autoriteit zou constateren dat u niet in overeenstemming handelt met deze regelgeving.
Ik krijg heel vaak de vraag van, ja, dat gaat mij toch niet overkomen. Waarom zou de autoriteit persoonsgegevens nou bij zo'n kleine organisatie komen als die van mij? Ik begrijp die reactie. En de autoriteit persoonsgegevens is ook geen hele grote organisatie, dus heeft ook maar beperkte mogelijkheden. Maar wat ik zie in de praktijk, is dat er ook kleine organisaties worden aangepakt. En hoe komt dat? De autoriteit handelt op klachten. Dus op het moment dat iemand klaagt bij de autoriteit persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens, dan moet de autoriteit persoonsgegevens daar iets mee doen. En als zij die klacht relevant genoeg vindt, dan kan ze gaan onderzoeken en eventueel dus straks boetes opleggen. Dus dat is wel een aspect om rekening mee te houden. En daarom is die informatieplicht naar uw cliënten ook zo belangrijk. Want wat je merkt is dat mensen die goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt, veel minder snel geneigd zijn om te gaan klagen. Terwijl mensen die niet weten wat er met hun gegevens gebeurt en erachter komen dat er bepaalde dingen met hun gegevens gebeuren, bijvoorbeeld foto's op de website worden geplaatst of op social media, wat ze niet hadden afgesproken of wat ze niet wisten, dan heb je veel sneller het risico dat er wordt geklaagd. Dus let daarop dat die informatie in ieder geval goed verstrekt wordt. Ja. Er zijn vast nog wat vragen. Er zijn nog een aantal vragen, maar we zijn in ieder geval rond met de hele presentatie. Ja. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd, geldt de wet ook voor onbetaald werk, vrijwilligerswerk, persoonlijke contacten? Nee, niet voor persoonlijke contacten. Gelukkig niet. Dan zou dat wel heel vervelend worden voor ons allemaal. Nee, alles wat in de persoonlijke en huishoudelijke sfeer wordt gedaan, valt er buiten. Maar dat is ook dus echt niet ruimer dan dat. Alleen de persoonlijke en de huishoudelijke sfeer valt buiten deze wetgeving. Alle andere verwerkingen van persoonsgegevens, denk inderdaad aan vrijwilligersorganisaties, of denk aan sportverenigingen, tennisclubs, allerlei vormen van organisaties die je kunt bedenken, rotaryclubs, netwerkclubs. Alle gegevensverwerkingen in dat kader vallen onder deze regelgeving. Dus dat is voor heel veel verenigingen en organisaties wel een vervelend aspect, maar waar wel rekening mee moet worden gehouden. Ja, precies. Ook nog een vraag over het register, wat bijgehouden moet worden. Is daar een format voor? Waar kan dat gevonden worden? Ja, sorry, dat was ik inderdaad vergeten te zeggen. Er is een template, ik heb een template gemaakt, want er is jammer genoeg geen format van onze autoriteit. Dat doet onze autoriteit persoonsgegevens jammer genoeg niet. In andere landen zie je dat wel, maar bij ons niet. Nee. Maar ik heb een template gemaakt die inderdaad meegestuurd zal worden met de webinar. Ja, precies. Nou, hetzelfde geldt voor de privacyverklaring waar Nico naar vraagt. Met wel de opmerkingen die Monique gemaakt heeft. Want je moet wel goed kijken wat je verklaart. Zodat je geen dingen verklaart waar je uiteindelijk niet achter staat. Fabienne heeft ook een belangrijke vraag van, hoe zit het nou? Ik heb maar 25 tot 50 dossiers per jaar. Ja, ik begrijp de zorg. Ik begrijp de zorg heel goed als je zegt van, ik heb maar 25 dossiers per jaar, 50 dossiers per jaar. Dan is het wel heel veel, lijkt het wel heel veel extra werk om deze wetgeving in te regelen. Ik begrijp de zorg, maar aan de andere kant is het voordeel als je juist zo weinig dossiers hebt, dat je ook je register heel snel hebt ingevuld. En ook kan zeggen, kijk, je zult moeten voldoen aan de privacyregelgeving. Daar ontkomt u gewoon niet aan, daar kan ik ook niks aan veranderen. En dat betekent ook dat u een verantwoordingsplicht heeft, dat u moet kunnen aantonen dat u voldoet. En dat is ook heel belangrijk voor de cliënten die u behandelt, omdat ze kunnen weten dat u veilig omgaat met hun gegevens en dat u houdt aan de privacyregelgeving. Om te weten of u het goed doet, is denk ik de makkelijkste stap om ook dat verwerkingsregister voor uw eigen dossiers te gaan invullen. Dat zou als het goed is niet al te veel tijd in beslag moeten nemen, omdat het een beperkt aantal is. En dan heeft u wel een goed beeld van welke gegevens heb ik nu eigenlijk, hoe ga ik daar nu mee om en waar zijn er misschien nog dingen die ik zou moeten verbeteren of waar ik afspraken zou moeten maken. Het kost even tijd en het kost even energie, daar ontkomt u niet aan vrees ik. Maar het is ook wel, als u kleiner bent, ook wel overzichtelijk. En dus ik zou met name aanraden om dan met het register te beginnen en te kijken, hoe zitten mijn gegevensverwerkingen in elkaar en wat moet ik dan eventueel nog regelen? Ja. We gaan langzamerhand naar de afronding. Ja. Er komt ook een 10-stappenplan beschikbaar, zodat je precies weet hoe je in welke stappen en in welke volgorde je kunt gaan voldoen. En format voor privacyverklaring en voor het register. En welke formats er nog maar nodig zijn.
De vraag van Marco is, hoeveel tijd heb je nodig ongeveer als coach om met formats aan de slag te gaan? Heb je daar een idee van? Het ligt wel aan hoe goed u zelf op het netvlies heeft, wat uw gegevensverwerkingen zijn. Ja. Kijk, als u al heel veel weet, hè, als u ook al bijvoorbeeld ooit bepaalde afspraken heeft gemaakt, dan bent u waarschijnlijk zo klaar. Maar waarschijnlijk zit de meeste tijd in het gaan uitzoeken van welke verwerkingen heb ik eigenlijk allemaal. Als u die in kaart heeft, dan bent u zo klaar. Maar heeft u die niet in kaart, dan zal daar de tijd in gaan zitten. En dan is het weer helemaal afhankelijk natuurlijk van hoeveel verwerkingen u heeft, om te kijken hoeveel uur dat kost. Hè. Wij zijn hier bijvoorbeeld met Hekkerman ook bezig om dat gisteren te maken. Nou ja, dat kost hier aardig wat uur, ook omdat wij heel veel verschillende verwerkingen hebben. Maar als u inderdaad alleen een cliëntdossier systeem heeft bijvoorbeeld en een facturatiesysteem, dan zult u daar redelijk snel mee klaar zijn. Dus echt afhankelijk van uw eigen verwerkingen. Ja, precies. Nou, dan gaan we langzaam aan het afronden. Hartelijk dank voor jullie deelname en vele vragen die zijn binnengekomen. Het begint te leven. Als Nopco doen we ons best om jullie zoveel mogelijk van dienst te zijn. Jullie zien nog de uitzendingen tegemoet met de benodigde formats. Langzamerhand moet hier de firewall weer worden aangezet voor alle veiligheid. In ieder geval bedankt voor nu en nog een hele fijne dag toegewenst.